goedemiddag. Ik ben Menel. Ik werk samen met Janat en Mariam. Wij komen van het Amsterdam Museum. We zijn nu in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. We hebben net een rondleiding gehad, die we heel erg leuk vonden. We zijn nu bij de haven 24-7. En we gaan het over de cacao hebben. De import en de export. En ik ga het hebben over de import en export van cacao. Cacaobonen zijn bonen die worden gebruikt om er chocola van te maken. Ze groeien in warme gebieden met een tropisch klimaat. Landen zoals in Ghana. Daar kom ik toevallig vandaan. Cacao groeit in bomen. Die bomen heten cacaobomen. Alle cacaobonen worden met vrachtschepen naar havens van andere landen vervoerd om daar uiteindelijk chocola van te maken. De grootste cacaohaven ter wereld ligt in Amsterdam. Er worden verschillende producten geproduceerd uit verschillende landen en die worden dan geïmporteerd en geëxporteerd. Zoals hier in de VS. Hier worden oliën geproduceerd en die worden dan verkocht naar andere landen. En bijvoorbeeld hier in Colombia, hier worden kolen geproduceerd en die worden dan naar andere landen gestuurd. En